mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxime. Vandaag hebben wij een hele speciale video. We hebben namelijk een Game Gear Supply Crate gekregen van Game Gear natuurlijk. En die gaan we vandaag unboxen. Dit is een boss crate, dit is niet een normale supply crate. Deze kun je gewoon los kopen voor 50 euro. En die hebben ze mij opgestuurd. En ik vond het wel zo leuk om daar een video over te maken. Dus dat gaan we nu doen. Er zitten een hoop gadgets in en... En heel veel schuimpjes. Dus dat wordt ook nog eens leuk. Oké, maar we gaan gewoon beginnen. Het is een soort grabbelton met allemaal schuimpjes. En het eerste wat ik zie is al meteen best groot. Oh my god. Het is een Pac-Man. Een Pac-Man knuffeltje. Ik kan nu ook happen. Dit is wel echt super nice. Ik heb natuurlijk ook Pikachu. Die staat hier. En dan heeft Pikachu een vriendje, namelijk onze nieuwe Pac-Man. En ik ga binnenkort een kast halen voor in de game room. En dan komt hij hier zo met alle leuke gadgets die ik heb. Super leuk, dankjewel. Oké, dit is dus de eerste gadget. Dan zie ik al meteen gadget nummer 2 een beetje liggen. En dat is een super coole Game Gear pet. Pim is ondertussen ook weer in de building. Maar zoals je ziet, een super coole Game Gear snapback met Game Gear ook nog eens op de zijkant. Super nice, zo'n gele snapback. En ja, ik doe ze meestal zo. Vind ik leuker. En dan heb ik super veel Game Gear swag. Yeah. Oké, maar we gaan verder met onze grabbelton. Want ik zie hier weer een blikje Red Bull. Nu zijn wij Maxime Verstappen. Drink Red Bull en race iedereen helemaal kapot. Ik krabbel verder en ik kom een doosje tegen. Dit is een poppetje van Smite. Dat is een soort League of Legends, maar dan third person op de PlayStation heb je. Xbox ook, volgens mij ook PC. Ik heb het heel veel op de Xbox gespeeld en ook een beetje op de PlayStation. Ik vond het altijd een super leuk spel. Ik heb ook veel met dit poppetje gespeeld. Dit is Anubis. Dit is een soort, ja, hoe zeg je het dan? Een soort wolfje uit Egypte. Het is niet mijn favoriete gold, maar wel een superleuke gold. En James speelt het nog steeds heel veel, dus het is zeker leuk om ook in de kast neer te zetten. Dan zie ik... Hey, terwijl ik het ene vind, vind ik het andere. Een mok. I don't need to get a life. I'm a gamer. En ja, dat is zeker zo. Ik drink best veel thee. En daarvoor heb ik altijd zo'n grote, lekkere mokken. Maar deze is... Zeker geniaal om aan de collectie toe te voegen. Moet je dan kijken. I'm a gamer. I don't need to get live. Dankie. Dan gaan we even een beetje meer geven en grabbelen. En dan komen we deze Game Gear sleutelhanger tegen. Like a boss. En dat is zeker like a boss. En nee, kijk meteen. Hey, kijk, we kunnen daar wel even over de top Game Gear swag aan doen. We hebben namelijk deze. Dan kunnen we deze aan vast doen. Hotza. Oh. Ik ben zo slecht met die ringetjes. Ook altijd met sleutels. Dat gaat helemaal fout. Oké, het is wel gelukt. Geslaagde missie. En zo hebben we overload aan Game Gear swag met keychain, de sleutelhanger en de pet. En ik vind het helemaal mooi. En Pimmetje ook. Of niet Jan Pim. Jawel, ik vind het heel mooi. Ja, ja, ja. Allemaal kopen. Hey. Dan pak ik die grabbelton er weer bij en gaan we even kijken wat ik nog meer vind. Ik vind hier een groen. Hey, de Summer Edition Red Bull Kiwi. Die heb ik nog nooit gehad. Die gaan we zeker een keertje proberen. Misschien een keer tijdens een stream. En dan gaan we helemaal wow. Dan gaan we helemaal wow. Zijn we helemaal wakker. Dan gaan we al die noobs poppen. Dan gaan we gewoon doen. Een Red Bull. Dus we hebben nu twee Red Bull blikjes. En dan begint de doos een beetje leeg te raken. Of niet, of niet. Oeh. Een t-shirt. Staat er Breaking Bricks Since 85. Met een Mario logo. Even serieus. Deze, ik vind hem toch cool. Hij is niet zo super groot. Weet je, volgens mij moet dit wel goed komen. Als ik die mouwtjes oprol, hebben wij gewoon een super vet shirt erbij. Verder nog wat informatie over de andere supply crates. Want als je een bestelling plaatst bij Game Gear nu boven de 150 euro, krijg je een gratis supply crate erbij. En niet zo eentje, maar bijvoorbeeld van Astro. En dan heb je echt sikke Astro oortjes bij. Die vind ik echt heel erg nice. En je hebt eentje van Steel Series, volgens mij van BenQ.
en van nog een merk. En volgens mij van Game Gear zelf ook. Maar dat kun je dus ook zeker uitchecken. Dus als je nog een nieuw headset of iets nodig hebt, dan zou ik dat zeker aanraden. En dan krijg je ook sikke dingen erbij. En ik zie hier nog wat groens, dat zag ik net ook al. De Candy Factory. Is dit nou voor katten? Of zo niet? Dit is een snoepzakje van de Candy Factory. Maar er staat een kat op. Dus ik weet niet of het nou voor mij is. Oh, ik weet nu wel wat voor kat is. Er zitten Skull Bones bij. Snoepies. En er zit Baby Root bij van Nestle. En er zit ook Nerds in. Kleine Nerds zitten erbij. En deze dingen die kennen we natuurlijk allemaal. Tadaa! En we krijgen nog een voucher van de Ultimate Crate. De waarde van 2000 euro. Dus als je een crate koopt of krijgt bij een bestelling, dan maak je ook nog eens kans op een sikke crate met 2000 euro aan spullen erin. Ik heb mijn code hier. Maar die ga ik zelf invullen. En dan misschien maken we hier zelfs een kans op. En ja, de rest hebben we heel veel schuimpjes. En we kunnen daar natuurlijk leuke dingen mee doen. Ik ga even kijken of er echt niks meer in zit. Er zit volgens mij helemaal niks meer in. En dan kunnen we maar één ding doen met al deze schuimpjes. En dat is het laten sneeuwen. Het gaat sneeuwen bij ons jongens. Het gaat binnen sneeuwen, binnen een sneeuwstorm. Wie denkt er aan? Oh, nu heb ik... Oh ja, je krijgt natuurlijk ook een kreet erbij. Oh man. En die kun je ook gewoon gebruiken om je spullen in op te ruimen. Hij is helemaal leeg, jongens. Alle schuimpjes die liggen door de hele kamer heen. En die moet ik daar gaan opruimen. Oh my. Even, ja. Dit is de ravage van nu. Ik kan nu zelfs een sneeuwengel maken in de schuimpjes. Oké, Pim, hoe vind je het? Ik denk, wat de fuck heb jij gedaan, Maxime? Mijn hele stoel ligt er ook onder. Oh my god. Dit ga ik daar op aan, jongens. Dit is... Ik ga nu even Pim gaan. En dan sluit ik met deze video af, jongens. Want ik moet dit allemaal gaan opruimen. En ik ga de video editen. En dan is het zo online. Maar vond je het nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd was. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. Doei!